Pascal, ga je nou echt daar staan? Sta ik nu in beeld? Ik denk dat ik het straks zo goed in beeld. Je staat sowieso goed in beeld. Ja, wel goed in beeld, hè? Zo is prima, Pascal. Ja, dat is wel mooi, hè? Ja. Oké, nou laten we beginnen. Top! Okay, hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben Melvin. En ik ben Ronald. Ik ben Wilbo. Pascal. Hey. Wij zijn hier in het mooie Jouren waar ik woon. Het stinkt hier naar boeren. Dat Pascal die is in Friesland voor het eerst. Ja, aangenaam. Ik ben Fries. Ik ben Melvin. Maar wij gaan met z'n allen een rolspelletje doen. Ik heb hier, ik heb het grootste kanaal van allemaal. Met de auto Melvin. En dan een mooie handtekening en alles. Gaan we proberen te ruilen in een kwartiertje. En wie dan het leukste voorwoord heeft na een kwartiertje, die is gewonnen. En de verliezer, dat verzinnen we dan wel. Goed voorbereid. Ja. Ik heb een leuk idee voor de teams. Ja, we gaan steen, papier, schaar tegen elkaar doen. Dus eerst strijd jij tegen Pascal en daarna ik tegen Wilbert. Als jij wint ben je team 1. Jij bent dan team 2. En dan moeten we hetzelfde doen tussen mij en Wilbert. Dat doen we, oké. Steen, papier, schaar. Nou, hier hebben we ook veel aan. Oké. Ja, nou, nog een keer. Steen, papier, schaar. Hier hebben we nog steeds helemaal niks aan, jongens. Steen, papier, schaar. Oké. Melvin is team 1 en Pascal is team 2. Oké. Dus nu gaan Ronald en Wilbo. Steen, papier, schaar. Oké, Pascal, wij zijn samen. Lekker, Ronald! High five! Oh, je bent heel hoog! Oh, jeetje, camera! Waarom schreeuw je altijd zoveel? Ik schreeuw helemaal niet. Moeten wij nu ook schreeuwen? Wilbert! Oh mijn god, hè. Ja, hè? Wij zijn team winnaars. Jullie zijn de twee losers. Wij zijn team Pet. Team Pet. Wij zijn team Bril. Ja. Oh, doe je bril af. wie draagt jouw brillen? Wow, oké, weet je wat? Binnen. We gaan gewoon meteen beginnen. Ja. Dit zijn de kaartjes. Hey, ik heb er ook één. Wij moeten proberen dus dit te verwisselen. Ja, wij moeten dus gaan ruilen. Oké, zullen we ruilen? Ja. Dat was de beste ruil. We hebben al één ruil gedaan. Regels. Mag geen geld zijn. En het mag niet veel van jezelf zijn. Mag geen geld, maar ik wil geld. Ik wil geld. Nee, dat mag niet. Wij willen geld. 3, 2, 1, start. Bye! Je hebt geen... Ren! Ik heb net al gered. Ik wil dit niet verliezen. Dat gaat niet gebeuren. Kom op, ik heb wel een perfect idee. Wat is jouw idee? We gaan aanbellen en vragen of mensen willen ruilen. Of we gaan gewoon het centrum in, of ze iets kleins hebben voor ons. Let's go! Ja. We gaan kijken wat we ervan kunnen maken. Oké, we moeten eerst bij een heel rijk huis gaan aanbellen. Ja, maar wij zijn niet in de meest rijke rijk van Jouren. Dus... Jawel, toch? Kijk, die kleurhuizen, rijke huisjes daar. Dat noem jij rijk? Ja. De tijd die gaat trouwens wel. Oh ja, we moeten doorgaan. We gaan hier gewoon hier. Die wonen wat aardige mensen, denk ik. Die vertrouwen het niet. Daar komt iemand. Ja, dat is veel te ver weg. Ren, go. Nee, ik heb geen zin om te rennen. Noem mijn voeten pijn. Ron, kom op, ik ben een YouTuber. Je moet niet verwachten van me dat ik nou ga rennen hoor. Daar heb ik echt geen zin in. We gaan gewoon de stad in? Ja, we gaan gewoon de stad in en we gaan daar mensen vragen. We hebben nog geen ene toegevoegde waarde gehad. Hoe bedoel je toegevoegde waarde? We lopen, we zitten te sprinten. Ja, hier zitten mensen binnen. Oké. Goedendag. Wij zijn bezig met een ruilspel en we proberen dit kaartje voor dingen te ruilen met mensen zodat wij van het andere team winnen. Yeah. En zou u ons daarbij kunnen helpen? Heeft u iets wat u misschien kwijt kan voor een kaartje met een handtekening voor mij? Wat ik kwijt kan? Ja, misschien dat u iets kan ruilen, iets kleins. Ja, dat is goed. Hey, dank u wel hè. Tot ziens. We hebben een wc-rol. Dit is goed. Een je hebt hier zoveel aan. Ja, kom op, we kunnen hier andere mensen weer mee helpen. Ja. Kijk, hier is een kat. Misschien wil die kat. Kat, wil jij eentje? Hallo, kat. Altijd te eindigen met een auto. Een nieuwe auto. Ik denk dat we door moeten naar het volgende huis, man. Ik hoor niks. Nee, okay. Er is niemand. Eigenlijk moet ik gewoon een fan tegenkomen. Die wil sowieso dat kaartje wel hebben. Dat is een goeie. En in de stad zullen waarschijnlijk vast wel fans zijn. Laat het kaartje zien. Het is een mooi kaartje met Melvin's handtekening erop. Waarom houdt hij hem zelf niet? We kunnen hem ook zelf houden. Zullen we hem gewoon weggooien? En dan als opmerking.
het was niks waard. Ja, grapje melk. Grapje. Ik zie daar een klein jongetje op een fiets komt poepen. Jongetje, kun jij ons helpen? Als dat mag. Waarom moet je nou weer rennen? Ik heb ook... Wij spelen een spelletje met andere YouTubers, het inrailspel. Hebben jullie iets kleins? We hebben hier een kaartje, heeft hij in zijn hand. Ja. Hebben jullie iets kleins die we kunnen verwisselen? Iets kleins. Iets kleins voor het kaartje met handtekening. En dan wordt het zo'n wisselspelletje. Ja. High five. Goed begin. Boom. Yes. Een potlood? Een potlood? Oh ja, een potlood is een goeie. Oh, een potlood. Ja. High five, boom. Dat is perfect. Dat vind ik een hele mooie ruil. Ja? Ja, nee, nou, ik krijg... Wie wil het kaartje? Ja, jij het kaartje. Echt high five, mensen. Super bedankt, man. Yeah. Kijk, daar staan mensen. Kom. Ja, daar staan mensen. Ja, is goed. Kan ik u wat vragen? Wij doen een spelletje voor een video. Ja. En wij moeten proberen van een kaartje naar... Door te ruilen tot iets groter komen. We hebben nu een wc-rol. Ja. Heeft u iets wat misschien iets groter is? Voor een wc-rol. Iets wat groter is als of ja, iets anders. Wat misschien wat leuker is dan een wc-rol. Leuker is. Ik krijg een fusion, dan krijg je van alles van mij krijgen. Oh, nou, dat klinkt heel aangenaam. Hoi. Hebben jullie een YouTube-kanaal? Ja, wij hebben een YouTube-kanaal. Ja, dit is voor school. Oh, nou, ik kan. Oké. Kus. Oké, okay. Dat was wel mooi. Het is wel spannend. Ja. Hoe lang? Het is wel op een tij. Ja. Kijk. Oh, dat is ook nog een dure. Een dure. Een kristallen vaas. En die heeft u niet meer nodig. Nou, vooruit. Neem mee. Dankjewel. Yo, dankjewel. Hey. Ja, precies. Dankjewel. Nou, we hebben volgens mij... Ik denk... Ja, dit volgens mij hebben we nu sowieso we al... We zijn nu al klaar. Ik ben benieuwd hoe Ronald en Pascal nu aan het doen als zijn. Als je dit ziet. Ja, dit is volgens... En het was een dure, zei ze. We hebben nog 10 minuten. En we hebben al een potlood. Wel, net als hun niks hebben. Nee, sowieso Top. Niet. Denk zien hoe eruit ziet. Ja, eigenlijk moet gewoon mee lopen en in de hoop, zeg maar. Ja. Dat ze dan naar ons toe komen en... Oh ja, nou, hé, hey, kijk. Ja, ik zag een meisje de Intertoys rennen. Ja? Oké. Okay. Hoi. Hoi. Kunnen jullie ons helpen? Ja, we hebben een vraagje. Dat wij spelen nu een spelletje. Ja. Het inrailspelletje. Doen we het samen met Melvin tegen Wil. Wij zijn samen een team. Ja. Wij hebben net een potlood. Hebben jullie iets wat we kunnen inruilen voor een potlood? Het mag alles zijn. Is het dingetje wat we moeten sluiten? Met touwtjes? Een touwtje? Ja, maar is een touwtje meer waard dan een potlood? Dat is wel de vraag op dit moment. Het is wel kleiner dan een potlood. Eigenlijk moeten we zeg maar groter gaan. Ik heb al 50 cent. Dat was een regel. Geld. Mochten geen geld. Dat is wel meer, maar het mocht niet. Oh, Ronald, weet, als we 3 euro regelen, dan moeten we iemand zo'n ding laten halen. En dan hebben we een super groot ding. Dat is waar. Maar is er dan wel meer geld? Ja, we hebben 4 euro. Ze hebben 4 euro. Oké. Gaan we een groter ding krijgen dan dit? Dit gaat ons sowieso lukken, ouwe. Dit gaat ons lukken. Wij gaan dit winnen, jongen. Wilbert, wat zeg jij? Ergens nog aanbellen of... Ja, we kunnen best wel vragen en kijken wat ze hebben. Ja, maar dit is gewoon al... Dit is de jackpot. Ja, we hebben de jackpot gewoon. Dit is gewoon echt de jackpot. Ja. Zullen we hier aanbellen? Ja, is goed. Hallo meneer, wij zijn bezig met een ruilspelletje voor een filmpje op YouTube. Oké. We begonnen met een kaartje en we hebben nu uiteindelijk deze vaas. Heeft u iets wat u hiermee wilt ruilen? Iets waar u niks meer aan heeft of wat wel weg kan? Nou, kom verder. Oh, we mogen zelfs in binnenkomen. Ja, er zit tijd op, dus Oké, nou, we zijn een beetje snel moeten. We hebben nog alle tijd. Dan gaan we voor deze toch? Ja. Dat is gewoon een hele kazenstandaard. Ja, precies. Nou, dan doen we dat. Ja, alsjeblieft. Dank u wel. Mooie kristallen vaas. Dankjewel. Daar kun je een mooi broekje in doen. Okay. Dank u wel. Succes. Nee, ik had niet verwacht dat we met dit zouden eindigen tot nu toe. Nee. Maar we hadden een kristallen vaas. We kunnen nu juist weer proberen voor iets groters te gaan. Ja, misschien wel. Maar we hebben nog maar een paar minuten. Maar moeten we het hier dan bij laten straks? Ik weet, tenzij we iets groters kunnen vinden, Ronald. Ja, dus dit gaat lastig worden. Het gaat lastiger worden, maar we hebben wel al een heel veel groter iets. Jullie zijn echt de beste. Oké, de potlood ruilen dus hiervoor in. Alsjeblieft. Oké, hoe heten jullie? Emma en Job. Zeg maar, Melvin en Wilbert, jullie zijn slecht. Melvin en Wilbert, jullie zijn slecht. High five. High five. Shout-out naar wie? Shout-out naar Brian. Dat moet iedereen houden. Ja. Want, ja, als je dat niet doet, dan ben je stom, Melvin. Er zit er iemand. Oh, dit is echt de beste dubbel ooit. Hier, maar geen idee. Je hebt net een kristallen vaas. Kijk. Hallo, we zijn met een ruilspel. We zijn begonnen met een kaartje en hebben nu deze chique
kaashouder. Ja. Ik ben echt benieuwd hoe de anderen het hebben gehad. Als wij laten zien dat we kristallen vaas hebben gehad. Ja, precies. Dan kunnen ze niks tegenop. Wil je ook nog een koekje, jongens? Zo. Nou, zelfs nog een koekje. Eraan. Ja, op vakantie hoor ik. Ja, ik wil niet verder vertellen. Ja. Nee. Nee, precies. Ja. Ja, leuk. Maar wel echt gewoon geluk met de hozen. Ja, precies. Shout-out naar dat meisje en dat jongetje en natuurlijk Brian, hè? Shout-out naar Brian. Shout-out naar Brian. Hey, Ronald. We hebben nog 5 minuten. 5 minuten? Oh, tijd zat, joh. Ik wil kijken wat we hebben. En dan hebben we gewoon... Ik heb het gevoel dat we winnen. Want het is een waarde van 4 euro. Yeah. We did it, man. Komen ze nu met een fucking grasmaaier zetten of zo? Dat heb ik toch niet meer nodig. Ja. Oké. Okay. Ik heb wel het gevoel dat we in principe al het hoogste hebben gehad. Het hoogste hebben we sowieso gehad, maar laten we het eindigen. Dat is het belangrijkste, hè? Ja. Spanning, spanning, spanning. Zullen we een ijsje halen? Kunnen we dit inruilen voor een ijsje? Zal het kunnen? Ja, dat gaan we niet doen. Dan hebben we geen bewijs. Het staat op camera, maar... Ja, maar we moeten het straks leveren, hè? Ja, maar ik heb zin in een ijsje. We kunnen het toch wel nu wel halen? Hè? Zullen we een ijsje halen? Zullen we gewoon een ijsje halen? Maar dat geldt niet als ding, maar ik heb wel zin in een ijsje. Oké. Okay. Hallo. Hi. Of ijsje. Een radartoren. Zullen we dus al teruglopen? Ja, laten we gewoon teruglopen. Ik bedoel, we hebben toch al gewonnen. Ja, sowieso. Het voelt wel goed om van een plaatje van Melvin naar een potlood naar dit zijn gegaan. Ja, wel een lekker ijsje, hè, Ronald. Met een cheers. Lekker. Punt tegen punt. Hoppakee. Wij zijn een goed team. Het is een hele lastige opdracht. Oh, oké. Okay. Dan gaan we voor het oudste. We wachten hier gewoon. We gaan voor het oudste. Daarna gaan we terug. Ja. Oh, jullie gaan echt voor het oudste volgens mij. Ja, dit is wel heel spannend. Dit wordt heel spannend. We hadden hier nog een beeldscherm staan. Een beeldscherm? Ja, voor een computer. Maar volgens mij heeft mijn man opgeruimd. Dat is even zoeken dan. Jeetje, jullie maken het echt moeilijk. Maar je kunt het ook heel makkelijk maken. Want je maakt het zelf moeilijk. Wij. Oh, wijn, ja, dat is meer waard, denk ik. Wel een dure fles wijn nu. Oh, een dure fles wijn. Kijk. Zo, ja, eentje is genoeg. Nee, twee. Twee? Deze lust ik niet. Oh! Meen deze? Ja. Oh! Meen deze? En een hele fijne vakantie. Ja. Dank u wel. Hey, hele fijne vakantie en dank u wel. Tot ziens. Doei. We zijn geëindigd met 2 flessen wijn, man. Wat? Holy shit. Hey. Tijd is over. Hey, ik heb het gevoel dat we hebben gewonnen. Ook wel goed komt. Ik denk dat wij. Precies. Volgens mij zijn we wel binnen, heb ik het idee. Wij hebben gewonnen. Wij hebben gewonnen. Wij hebben gewonnen. Kijk, nu weten ze niet wat wij hebben. En denken ze van, we hebben niks. Ja, precies. Dan hebben we niks meer. Melvin! Melvin! Alles goed? Ik hoor ze. Ik zie ze. Daar zijn ze hoor, daar zo. Wow. Hey. Voel dat wij hebben gewonnen. Ik denk dat ze het goed hebben gedaan. Nee, denk dat echt wij hebben gewonnen. Wij hebben dit in de pocket. Die van mij is al lopen. What the fuck is dat? Zullen we erheen rennen? Kom. Nee, ik wil geen rennen. Nou! Ze voelen zich zo naar. Ja. Hoe gaat het? Goed. We hebben het niet zo goed gedaan. Volgens mij hebben we een soort van winnaar, of niet? Ik ben nu echt benieuwd. Ze komen nu steeds dichterbij. Ze hebben een rare slee-ding vast. Yeah. Waar is jullie ding? Waarom zie ik niks bij jullie? Kom eens hier! Dan gaan we laten zien wie wat heeft. Ja, maar jullie hebben helemaal niks. Waarom ben ik nu wel lichtelijk bang? Nee, we hebben dit Ronald. Jullie liegen sowieso. Nee. Zullen jullie laten zien wat we hebben? We zijn geëindigd met 2 flessen wijn. Wij waren zo trots, we hadden echt gewonnen. Maar we hebben ook wel gewonnen. Oké, weet je hoe wij... Ronald is veel groter dan dit op elkaar hoor. Ja, maar... Dit is meer waard. Dit is veel meer waard. Hoeveel is het waard? Ik wil het proeven. Oh god. Oh shit. Dit moet toch goed zijn. Shit. Cheers. Wij staan nu zo voor lul. Ja. Ja, nee, we staan helemaal niet voor lul. Nee, wij staan met onze shots die we hebben opgenomen. Dat we heel trots waren dat we hebben gewonnen. Wij hebben gewonnen. Wij hebben gewonnen. Wat staat jullie nu als verliezers te wachten eigenlijk? Dat moesten we nog bedenken. Ga maar gewoon. Pascal en ik hadden besloten. Nee, we hebben niks besloten. Wat wij eisten van jullie appeltaart. Dus ik geef jullie...
Appeltaart op podcastkosten. Ik wil wel appeltaart. Ik vind het een goed idee. Ja, het is een prima idee. Heb jij genoten van deze video? Druk op blauw duimpje omhoog. Kijk naar de kanaal van iedereen in de beschrijving. Wel fin. Genieten dan. We worden opgepakt door de politie. Da du da du da du da. Zijn jullie toevallig bij de schone deur geweest, of niet? Ja, dan zijn we ook gelijk weggegaan. Prima, nee, ja. Dan is dat even helder, want die had natuurlijk gebeld van, ik vertrouw het niet en die had zoiets van, Ja, is goed. En ik wil niet op de camera, dus dat is ongebeld. Nee, één keer, ja. Ook met Melvin ook het en wat blijft ja. Bedankt voor uw bijdrage. Ja, geen probleem hoor. Succes met het geldverdienen op YouTube. Ja, precies. Ook plezier hebben. Tot ziens. Hoi. Nou Melvin, politie. Ja, dat was echt vet leuk. Dat was de allereerste waar we aan gebeld, heb ik het gezien. Die had de politie gebeld. Ze vertrouwde het niet. Dus wil jij nog meer politie zien in jou? Dan druk op blauw duimpje omhoog. Wil jij nou nog meer zien van mij of een andere abonneer? Druk op de linkjes van degene die mee hebben gedaan. En dan doei!